eigenlijk op zichzelf staande vorm. Je kan het goed vergelijken met andere subgenres binnen muziek als het strijkkwartet of het pianotrio. Ja, er is heel veel repertoire dat het publiek nog niet kent. Iedereen kent natuurlijk de fantasie van Schubert, Poulenc pianoconcert. Maar nou, vandaag hadden we hier een Schubertiade met drie verschillende duo's die dan heel veel muziek van Schubert speelden. Natuurlijk zat er ook de fantasie bij en Lebensstürmer, maar ook onbekende sonaten in Bes, Polonaises. Nou ja, het werken die gewoon nooit worden uitgevoerd, maar echt tot, ja, vind ik zelf, topwerken van Schubert kunnen worden beschouwd. We proberen met het festival altijd het genre zo breed mogelijk te laten zien. Maar plotseling werd de zee ruw. Er was een storm op komst. Het schip rolde in de hoge golven en het begon water te maken. Het was aan het zinken. Gevaar! Het leven van de prins is in gevaar! Niet alleen klassieke muziek in het festival, dat is wel de hoofdmoot, zeg maar. Maar we proberen ook jazz echt naar voren te brengen. Piano neemt natuurlijk in de muziek zo'n belangrijke plaats in. Dat zo'n festival, dat is gewoon, ik denk dat het fantastisch is. Ja, dus het draagt erg bij aan de pianocultuur in Nederland. Ja. Wat met Mike heel fijn musiceren, want ik heb wel eens vaker met pianisten als duo gespeeld, met twee piano's. Maar je moet als pianist heel erg ruimte laten voor de ander. Want je hebt 10 vingers en je kunt ontzettend veel lawaai tegelijk maken als je ze allemaal gebruikt. En soms is het een kwestie van eventjes achterover zitten en ruimte laten. Wel steeds breder op de kaart te zetten dat het genre in de volle breedte de aandacht krijgt. Dus niet alleen de muziek zelf, maar ook alles wat er mee te maken heeft. Ik vind het helemaal te gek, want ik vind het hartstikke goed dat er zoiets is in Amsterdam. En mark my words, dit gaat een dingetje worden.